Het is toch vreemd, vrienden. Ja, want ik zit die reacties nou te lezen, hè. Want ik had dus gezegd van, ja, een hele groep Nederlanders, die zijn gewoon egoïsten. Ja, want die trekken gewoon hun eigen plan. Met die anderhalve meter en die mondkapjes. En die hebben geen zin om zich aan die regels te houden. En dan moet je lezen wat er allemaal geschreven wordt. Dat is heel raar. Dat is een soort heel vreemd verzet is er. Een soort van lichte opstand is er binnen die mensen allemaal. Die gewoon allemaal excuses zoeken. Eigenlijk, ja, want dat is het. Allemaal excuses aan het zoeken waarom ze wel bij elkaar mogen komen en niet die anderhalve meter hoeven te doen. En noem het allemaal maar op. En schrijven ze zulke verhalen over. Ik begrijp dat gewoon niet. Wat is er nou zo moeilijk aan om je er even bij neer te leggen? Leg je er nou gewoon even bij neer en accepteer even de situatie zoals die is. Ja, ja. Hoe moeilijk kan dat nou zijn? Ja, want we zitten met z'n allen even in deze crisis. Ja, en dan moeten we met z'n allen even doorheen. Ja, vervelend, ja, dat snap ik. Maar ja, en. Maar dan hoef je toch niet constant maar allerlei excuses te zoeken in ja, complottheorieën lees ik allemaal. Alsof de halve wereld heel Nederland in de maling wil nemen. En de regering ook. En iedereen is maar bezig met elkaar in de maling te nemen. Dat is het dan. Ja, nou ja. Het lijkt wel alsof al die mensen, ze lijken een beetje op rokers. Ja, die zoeken ook constant een excuus om maar niet te stoppen met roken. En dan nog wat. Dan was er nog eentje. Die schreef hem helemaal goed. Want jij zei, Harry, ja, jij noemt de mensen die zich niet aan de regels willen houden. Dat noem jij dan egoïsten. En de mensen die dat wel doen, ja, die noem ik egoïsten. Schreef er eentje, nou ja, hey, hallo. Dus dat is, we spreken met z'n allen af. We rijden niet door rood. Hè? En dan zijn de mensen die voor rood stoppen, die zijn niet goed bij hun hoofd. En de mensen die er dwars doorheen rijden, die zijn oké. Nou ja, dat is toch werkelijk hier, woep, woep, de wereld op zijn kop. Dat is toch onzin allemaal. En zo gaat het maar door. Ik bedoel, hoe komt dat nou toch allemaal? En het lijkt alsof je dat allemaal leest, hè? Dan denk je, sommige mensen snappen het niet helemaal. Of begrijpen het niet helemaal. En ja, en waar het om gaat is, je moet je eigenlijk niks aantrekken van de regering of van wat dan ook. En je hoeft je niks te laten opleggen. Dat hoeft allemaal niet, want daar hebben jullie het dan constant over. Van ja, maar ik laat me niks vertellen. En ik luister naar mijn eigen lichaam en ik kan het zelf wel bepalen. Hey. Ook onzin. Dus wat je nou moet doen, dat is het enige wat er gevraagd wordt. Hè? Want vergis je niet, heel Europa loopt al met een mondkapje. Hè? Ja, ja, iedereen. Hè? Iedereen loopt met een mondkapje. Behalve Nederland. Die niet. Die hebben geen mondkapje. En al die andere landen die dat doen, die zijn dus allemaal knettergek. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Dus wat je moet doen is, doe nou gewoon af en toe een mondkapje op. Gewoon. En als je denkt van nou, het wordt me hier iets te link, dan zet je dat ding even op. Ik bedoel, en je houdt gewoon even iets meer afstand. Dat is alles wat er gevraagd wordt. Ja. Dus het enige wat er gevraagd wordt eigenlijk is gezond verstand. Daar gaat het om. Ja. Het gezonde verstand. En dan denk ik bij mezelf, is het gezonde verstand op vakantie?